Hey jongens, ik heb zulke leuke dingen gekocht bij de Action. En ik kan me nu dus helemaal verheugen op het feit dat ik straks een uur lang OCD goals uit zijn lijfje vallen op mijn hand vol met bloed. Dus ik ben zo trots. Ik wil mijn hand gaan rijden. En we zijn er nu op 24, dus dan spring ik uit de auto. Nadat ik voor dit jumpsuitje ga. Voor het eerst maar even een flared-broek aan. Zo moe. Oh, kijk naar mijn ogen. Bedankt buren. Dat was dus afgevallen in de wc. Dit zit er nu 2 weken op. Ik heb al tegenwoordig mijn haar dus soms achter mijn oor. Ik vind dit toch wel heel mooi staan, dit jurkje. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik wil wat zeggen over dit jurkje. Nu ik het op beeldje vind ik hem wel leuk. Ik heb al die ASOS jurkjes dus nog steeds niet gepast. Ik ben bezig met mijn make-up. Ik dacht, laat heel even snel voor mijn werk. Ik ga deze even passen of ik deze leuk vind. Als ik hem zo zie, vind ik hem eigenlijk best wel leuk. Maar het is een beetje een rare stof, waardoor ik hem een beetje pyjama-achtig vind. Nee, ik ben bang dat ik hier spijt van ga krijgen. Kijk, nu zou ik hem wel aan willen doen. Dan heb ik altijd met jurkjes, weet je. Leuk om aan te trekken. Als ik hem had gekregen, zou ik hem direct aandoen. Maar ik denk dat ik hem toch niet leuk genoeg vind om hem te kopen. Nee, ik ga niet nu weer andere jurkjes passen. Dat is zonde van de tijd. Oké, ik ga even mijn make-up afmaken en dan ga ik naar mijn werk. Oké, jongens, ik heb mijn sterretjes oorbellen in. En weer dit. En mijn panterketting. Ik vind het leuk met los haar. En mijn mama dress. Ik ga, doei. Jongens, ik ben net uit mijn werk. Serieus, net 1 seconde geleden van mijn fiets gestapt, maar ik had de autosleutel in de brievenbus. Tenminste, Ruben had hem daar gelegd. Vet chill. Dat ik meteen door kon in de auto. Ik ga even weer naar de Action. Het is zulk lekker weer, want het is zeg maar niet te heet. Het is denk ik 24 graden of zo. Ik vind dat echt zo chill. En veel mensen vonden mijn jurkje leuk. En mijn kinderen vonden dit leuk. En ik vind het zo leuk, samen met goud en dan met dit erbij. Had ik het al gezegd, waarschijnlijk al 100 keer. Leuk, interessant Charlotte. Ik heb verder niks te vertellen. Ik ga even naar Diemen rijden, want ik ga dus even naar de Action. Want ik heb er even enveloppen nodig voor als ik weer bestellingen krijg. En ik wil even kijken voor van die organisatiebakjes voor mijn bedeltjes en zo. Voor mijn dingetjes. En daarna ga ik heel eventjes sushi halen. Ik had zoveel, die handrolls zeg maar die ik met Susanna had bij de McBain. Ik wist niet dat die zo lekker waren. Ik heb heel weinig besteld voor 10 euro of zo. 3 handrolls en makies. Dat is toch heel erg bij de Action. Dus dat ga ik eerst ophalen en dat eet ik het wel even voor jullie in de auto, oké? Ik begin echt zo'n saai iemand te worden. Ik praat over mijn sieraden, werk en sushi eten. Live. Hey jongens, ik heb zulke leuke dingen gekocht bij de Action. Echt, waarschijnlijk ben ik weer een beetje doorgeslagen, maar ik heb een soort van mandje gekocht. Met vakjes en daar passen precies allemaal hele schattige potjes in waar ik allemaal bedels in kan gaan doen. En ik kan echt niet wachten om het thuis te laten zien en het gaan neerzetten. En ik heb nog meer leuke dingen, dus er komt zo even een Action Shop blog. Oké, jongens, ik heb echt weer, dit is zo lelijk, ik heb hier al mijn make-up erop gepulkt. Daardoor heb ik ook last van mijn ogen, want ik een mascara trek. Mijn eyeliner is eraf en hier zit het nog erop, mijn eyeliner. En het ziet er echt niet uit, sorry, maar ik ga het wel even nu doen. Ik ga me niet nu opmaken. Sowieso heb ik echt gouden bedels vinden voor mijn shop, vind ik heel moeilijk. En ik heb nu oorbelletjes binnen. Het is altijd, kijk, ik heb zoveel al besteld waarvan je het gewoon niet weet. En dan kan ik het dus niet gebruiken. Dus dat is een beetje het risico. Ik heb nu zulke leuke bijtjes binnen. Ik ben heel benieuwd of die matchen met de kleur van mijn ringetjes. Ik heb dus vanmiddag een hele grote bestelling geplaatst bij een groothandel. Voor het eerst. Van 215 euro. Omdat ik dus armbanden wil gaan maken. Maar ik heb echt zeg maar zelf maken dingen gekocht. Als in echt zelf maken. Dus echt knippen, sluitingjes, kralen, alles. En wat ik dus ook heb besteld zijn metal stamps. Dus stempels waarmee je dus vormpjes, sorry, ik kan niet zeggen. Ik ben gewoon niet gewend om los hart te hebben. Vormpjes, cijfers, letters erin in metaal kunt slaan. En metalen plaatjes en dat soort dingen. Dat is echt heel erg duur bij elkaar. En dat kost echt 20 euro. En nu kom ik bij de Action en zie ik dus dit. Echt, ik heb het nooit gezien. Ik heb meteen gegoogeld. En ik denk dat het nieuw is, want ik heb er niks over gelezen. Ze hadden dus alleen een letterstamp set. Maar dit is echt voor 5 euro. Geen hamer of zo, maar die heb ik besteld op die website. En ik heb dus al letters besteld. Maar ik denk, ja, ik ga deze ook meenemen. Want dit zijn weer andere manier, ander handschrift, zeg maar. Andere lettertypen. Oh, dit zijn hoofdletters. En die ik heb besteld zijn namelijk kleine letters. Ze hadden wel echt alleen dit. Maar wat een prijsverschil. Niet normaal. En ik denk dat dit ook 3 mm is. En dat heb ik ook besteld. Dus ik zag het. Ik dacht echt, seriously. Ik kom al zo vaak in de Action. Ik bestel nooit op een groothandel. En nu heb ik besteld. En dan, ah. Dus ja. Dan heb ik voor gewoon mezelf dit mega cute notitieblokje besteld. Met gekocht bij Action. Roze glitter en dit. Echt, ik vind hem zo geweldig. Ik denk dat heel veel van jullie nu naar de Action gaan rennen. Dan had ik dus laatst van dat hele mooie papier gekocht. En ik zag het weer. En ik moet dit gewoon hebben, want ik vind dit zo mooi. Het kost volgens mij 1,80. is gewoon bizar hoe mooi papier dit is. Deze is enkelzijdig trouwens, maar ik dacht om kaartjes op te schrijven, om iets in te verpakken, om mee te knutselen. Ik vind het zo geweldig. Echt, ik hou zo erg van de Action. En ik heb er nog één. Oh, nog twee. Zo tof. Echt verliefd. Prachtig, ook met glimmen en zo, hè? Met goud en... Het is niet allemaal leuk die erin zitten, maar sommige zijn echt geweldig. Kijk, die voorkant is alleen al prachtig. Wauw. Ze hadden nog meer, maar ik moest me echt inhouden. Oh. Er zat ook eentje waar een soort van zilver met witte pand erin zat, maar dan vond ik de rest niet leuk. Ik heb er heel veel enveloppen gekocht, want hierheen verstuur ik mijn pakketten. En je weet maar nooit hoeveel bestellingen er komen. Laat wat ik er ineens vet veel, waar ik zo blij mee ben. Nu weer niet, maar maakt niet uit. En nog maar enveloppen. Dan haal ik dus gewoon bij de Action. Misschien zou ik het nog goedkoper kunnen krijgen, maar... Ik ga trouwens donderdag naar de KVK. Dus donderdag ga ik voor mijn YouTube kanaal. En dan ook meteen denk ik voor commemoi, als dat kan. Als Instagram shop, ik weet het niet. Misschien wil ik ooit wel echt een website. I don't know. Dat ga ik daar even vragen. Maar in ieder geval voor mijn YouTube kanaal, zodat ik een KVK-nummer heb, BTW-nummer, dat soort dingen. Ik heb kalligrafeerstiften van 2, 3,5 en 5 mm met rosé gold. Want het leek me gewoon geweldig om hier met mijn kaartjes te gaan schrijven. En dit masker, want ik vind deze lijn heel fijn. Ik zag bij iemand, Sharon, dit masker. Ik dacht steeds, ik vind het een beetje duur, 50 cent voor een zakje. En toen dacht ik, nee, het is wel heel lekker om dat een keer je haar te doen. En deze was op. Ik gebruik deze Aldi. Dus die heb ik nog opnieuw gekocht. Dit vind ik wel heel leuk. Ik ben alleen bang dat die veel te groot is. En ik vind het lekker als mijn kussenhoes heel strak om mijn kussen heen zit. Maar dit is een satijnen kussenhoes. En ik hoor echt dat het gewoon zoveel beter is voor je haar en voor je gezicht. Echt satijn. €2 geloof ik. Vond ik wel heel leuk om dat te testen. Mocht je benieuwd zijn naar iets, moet je het altijd even in de comments zetten. Want dan probeer ik het te vertellen. Soms krijg ik DM's van Charlotte, kan je nog vertellen hoe dit en dit is bevallen. Maar doe dat alsjeblieft op YouTube. Dus als je iets ziet bij mij wat je wil zien, laat het me even weten in de comments. Want dan weet ik, oké, mensen willen het weten. Als ik dus een product ontvang, ik heb al heel vaak producten ontvangen waar ik niks meer over verteld heb. Puur omdat niemand ernaar vroeg. Bijvoorbeeld deze nagellak heb ik uit mezelf verteld. Maar ik heb vaker producten waar ik dan niks over vertel. En dan nu het spannende. Ik vind het dus geweldig. Oké, ik heb dus deze mand gekocht. Ik vind het, ja. Dit is weer echt... Wat ik nu zeg maar doe met die sieraden is ook echt omdat ik het gewoon... Zo begon ik eigenlijk ook met mijn YouTube kanaal. Gewoon puur hobby. Eigenlijk. Het is natuurlijk heel chill dat ik ermee verdien. Het is een webshop. Maar dit vind ik dus gewoon heel leuk om te doen. En dan dit soort dingen kopen ook. Dit mandje. En toen kwam ik er dus achter dat deze potjes hier dus perfect in passen. Ik zal het even demonstreren. En dan kan ik hier dus al mijn sieraden dingen in gaan doen. En ik kan me nu dus helemaal verheugen op het feit dat ik straks een uur lang alles kan gaan sorteren in die potjes. Laat even weten of jij dat ook leuk vindt om te doen. Oh, dit vind ik zo heerlijk. Ik ben trouwens benieuwd hoe lang het duurt voordat je... Ik vind het zeg maar best wel interessant hoe het een beetje werkt met je eigen bedrijfje hebben. Met mijn shop merk ik dat nu. Want hoe lang het duurt voordat je zeg maar echt winst gaat maken. Want ik heb zoveel ingekocht al. En ook zoveel wat ik niet verkoop qua sieraden. Dat je natuurlijk eerst nog helemaal geen winst hebt. Kijk, er passen dus 2 per rij. Dus hier past hij helemaal vol. Ik zal het even laten zien nog. Of niet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, net niet. Het staat net niet mooi trouwens. Daar kan ik niet zo goed tegen. De bodem is natuurlijk een beetje zacht. Ik heb zoveel potten die ik niet gebruik. Maar bedeltjes zijn klein en ik wilde gewoon kleine potjes. Ik denk als hij staat dat hij wel recht blijft. Kijk, en dan gaat het zo helemaal vol. En dan heb ik ook nog 1 rij waarin ik eventueel grotere dingen kan doen. En dat zijn deze potten. Het is zo leuk. En ik vind het gewoon heel leuk, want dit is helemaal niet voor elkaar bedoeld of zo. Maar ik ging gewoon in de winkel het eruit halen en meten. En dan vind ik het zo heerlijk gevoel als het perfect erin past. Hebben jullie dat ook? Net als dat je bijvoorbeeld een fles drinken aan het opmaken bent. En je schenkt hem leeg en hij gaat gewoon perfect tot de rand in je glas. Oh. Dit is zo'n fijn gevoel. Je gaat het straks zien. Dit past er dus perfect in. En dit komt echt totaal van een andere afdeling. Kijk maar. Ik ben benieuwd of ik iemand anders hier ook blij mee maak met dit, als je dit ziet. Kijk. Oké, een heel klein beetje speling. Heel klein beetje. Oh nee. Echt een heel klein beetje. Oh, wat heerlijk. Nou, en dan ga ik het helemaal vol maken. Ik zal straks even laten zien hoe het eruit ziet als mijn sieraden erin zitten. Ik ga lekker voor de tv goede tijden kijken en het er allemaal in doen. En als laatste heb ik nog heel cute. Ze hebben dus heel vaak van die cactusjes, ananasjes en flamingo's. En ik heb cactusrietjes. Ik heb al echt leuke rietjes, maar deze De lens kan trouwens niet goed het laten zien. Maar... En watermeloen. Dit is zeg maar mijn vloglens die niet zoveel ruimte in mijn tas inneemt. Okido, dat was mijn Action Shop vlog. Het is wel een beetje het moment dat ik me realiseer van oké, ik vond dit gewoon heel leuk om te doen. Maar ik had beter gewoon een gereedschapsdoosje kunnen halen. Of van die lelijke plastic dingen. Maar ik vond die te lelijk. Dit is natuurlijk helemaal niet praktisch. Nu moet ik het alsnog gaan labelen en erop gaan plakken welke bedel erin zit. En als die bedels dan op zijn moet ik er weer een nieuwe sticker overheen plakken. Plus, dit past eigenlijk net niet lekker. Het is een beetje krap. Wat zou die dan doen? Zou je het lekker krap laten of het dan zo doen? Dat je een beetje speling hebt en nog wat hier kan leggen. En ik heb dan dus veel te veel potjes. Oké, ik besloot dat ik ook gewoon alle deksels eraf kan laten en wel bewaren voor als ik ooit moet vervoeren. Oh, wat verschrikkelijk al deze deksels. Het liefst gooi ik het allemaal weg. Wat ik hiermee doe weet ik nog niet. Maar kijk. Wow. Is dit een soort van OCD goals? Nice. Maar alsnog past niet alles erin. Oké, jongens. Kijk. Heaven. Heaven. Hier, dit is echt heaven. Zo blij mee. Alleen morgen komt er dus nog heel veel binnen. Even kijken hoe ik het ga doen. Misschien moet ik gewoon even nog een la opruimen. Want hier liggen nu heel veel enveloppen. Maar het kan in principe ook ergens anders. En er ligt nog troep onder. En hier ligt nog steeds allemaal feesttroep en zo. En dit is een beetje mijn elektronica. Maar het kan allemaal echt wel uitgezocht worden. Maar voor nu is dit goed. Kijk, deze kan ik niet gebruiken. Welcome to the world, little one. Dit is een hele tas met afval. Oké, morgen hebben we schoolreisje. Zo leuk en zo jammer dat ik dat natuurlijk niet kan filmen. We gaan naar Oudvalcafé en echt heel leuk. Heel veel zin in. Ik ben benieuwd. Mijn eerste schoolreisje zelf, zeg maar. Ik zie jullie. Wat een beest. Gadverdamme. Eeuw. Hij leeft er nog. Gadverdamme. Nou, ik zie jullie morgen. Hi. Nou, ik heb natuurlijk niks kunnen filmen op schoolreisje. Maar ik had me echt... Ik zie er niet uit trouwens. Ik heb heel weinig make-up op. Ik zie er echt niet uit. Ik ben heel vies. Maar ik had me echt geen beter schoolreisje kunnen wensen. Vooral geen eerste schoolreis. Het was zo geweldig. Toevallig dacht ik dus... Ik ga met de auto voor de zekerheid. We hadden genoeg ouders. We hadden echt maar 3 kinderen per auto. Echt top. En alsnog had ik dus niemand. Want ik zat dan zeg maar met de andere juf op een afspreekpunt. Zodat de rest lekker met hun kinderen konden rondlopen. Dus ik denk ik ga voor de zekerheid gewoon met de auto. Mocht er iets zijn dan heb ik een auto. En toen werd ik dus gebeld. Toen ik bijna de snelweg op was. Door een vader van ik sta vast bij de BP. Mijn auto is maar opgehouden. Dus ik zei van nou ik ben er 5 minuten vandaan. Dus toen hebben we alle kinderen overgezet. In mijn auto. Dus dat was het eerste wat misging. Maar wat perfect werd opgelost. En... De dag was zo leuk. De kinderen hebben zo fantastisch gespeeld. De ouders waren zo leuk en chill. En we hebben zo lekker gekletst. En de kinderen waren lekker vrij. En na 5 uur spelen wilden ze nog steeds niet weg. Echt zo ontzettend leuk. Dus ik ben helemaal blij. Nu ga ik lekker douchen. En Ruben heeft een pakketje aangenomen. Vet leuk. Van die groothandel waar ik heb besteld. Waar ik gisteren heb besteld. Dat is nu al binnen. Waar ik echt dus voor heel veel geld heb besteld. Dus daar ga ik zo lekker naar kijken. En ik ben blij dat ik gisteravond mijn haar niet had gewassen. Ik dacht, ik doe het lekker na het uitje. Dat was een goede beslissing, want mijn haar is helemaal viezig en verwaaid. En ik heb nieuwe oorbellen in. En dit vind ik echt een van de leukste ever. Mijn eerste bedel met kleur. Geweldig. Ik vind hem zo leuk, ook aan dit hangertje. Echt heel blij mee. Dus ik ga nu lekker naar boven en lekker chillen en nagenieten. En morgen hebben we studiedag. Ik moet nog even wat vertellen dus. Oh, jongens, ik vertel... Niet weer het ene verhaal, hè? Ja, nou ik vertel dus net helemaal hoe perfect de dag was. Want ik was gelukkig heel even vergeten wat er ergens was gebeurd. Ja, dat hoef je niet te vertellen. Dat vinden mensen wel. Ja, maar ik wil het vertellen. Er was dus een meisje van een andere school. En die is dus op een van die baby. Ik vertel het nu heel emotieloos omdat ik net helemaal gek was geworden. Op een van de baby eendjes gestapt. En ik kan het gewoon niet eens meer vertellen. Omdat ik er net als ik zo van slag. Ik was er echt een uur door van slag. Mijn dierenhart die stormt erop af. En ik pak dat eentje op. Maar ik wil hem zo graag redden. Met deze hand til ik hem op en zet ik hem in deze hand. En ik zie al zijn ingewanden uit zijn lijfje vallen op mijn hand vol met bloed. Dus ik wil hem redden. Ik wil de dierenarts-dokter bellen. Die waren in gesprek. En gelukkig was er dus een vader die chirurg is. En die heeft het gelukkig afgehandeld. Ik zal niet zeggen hoe en wat. Dus dat was echt heel erg. Maar nu ben ik altijd heel erg. Dan kan ik het niet meer loslaten. En dan ben ik er op zich wel weer overheen. Hi Bobby. Jongens, ik ben zo trots. Ik heb juist mijn eerste armband gemaakt. Hij is echt zo mooi. Oh, geweldig. Ik ben zo trots. Want ik vind zeg maar zo'n sluiting die je kunt verstellen, vind ik gewoon niet mooi. Dit vind ik veel mooier. Oh, ik vind me zo geweldig. Ik dacht, ik moet er meer bedels aan. Toen dacht ik, nee, hij stopt zo. Kijk wat een prachtige kleur goud eraan zit aan de sluiting. Ah. Oké, jongens, ik ben helemaal kapot. En ik heb dus heel veel armbanden gemaakt. Ik sloeg weer een beetje door. Ik moet eigenlijk ook nog even relaxen. Ik moet ook nog een week vroeg uit. We hebben sushi. Nee, er liggen sokken bij. Oh, we hebben gelukkig heel veel stokjes in de la liggen. Ook kreeg... Waarom moet ik op de open staan? Het is er niet zo. Alles doen. Kijk hoe lekker. Dan weer hand rolls. Die heb ik echt helemaal ontdekt. Zo chill. Dat. Normaal gaan eten. Lekker hè? Sorry dat ik zo weinig film. Ik verwaarloosde een beetje mijn YouTube de laatste week. Maar dan ben ik gewoon eventjes heel erg druk ben met mijn shop. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En ik heb niks om te filmen. Ik zit naar mijn weekvlog te editen. Die is weer zo'n dag te laat. Want ik wist geen thumbnail, ik wist geen titel. Omdat ik gewoon niks leuks heb gedaan. En ik heb in die vlog elke dag dezelfde jurk aan. Dus echt zo saai. Ik heb gewoon niks. En zaterdag ga ik wel wat leuks met Linda doen. Maar die wil weer niet op de vlog. Dus ik heb gewoon niks. Ik heb net nog een lade uitgeruimd. Nou, eigenlijk alles hier opgegooid. En dat moet ik nu... allemaal gaan uitruimen. Ik heb net weer pakketten gemaakt ook. Kijk, en dan moet ik de armbanden dus zelf maken. Het is ook wel even wat werk, dat kost ook tijd. Ik ben hier bezig met wat conceptjes. Ik moet zeggen dat ik magneetsluitingen wel echt super chill vind. Ook chiller om te maken, wel duurder. En ook natuurlijk veel handiger om te doen. Maar ik vind zilver er niet overal mooi bij. Super leuk dit. Nou, dat komt nog. Dit is de, zeg maar, de sieradenmaaklade. Kijk, hier liggen ook al wat bandjes die ik wat heb geknipt. Sorry als je het oerzaai vindt, maar dit is nu even mijn leven, dus ja. Hierachter ligt schaar, lijm, hamer, maakdingetjes. Potjes met sluitingen. Hier alle bedels. Oorbellenhaakjes. En dan heb je het gemaakt. En dan is dit, zeg maar, de... kaartjes om de oorbellen aan te doen, zakjes om het in te doen. Ik heb net weer allemaal kaarten geschreven, een hele stapel vol. Dus het werkt gewoon heel erg handig. Postzegels, blablabla. Ik heb net voor €50 aan postzegels gekocht. Het enige wat ik dan nog moet stallen zijn de enveloppen. En Bobby vindt het dus heerlijk om dit lekker met mij te doen de hele avond. Die zit de hele avond bij mij heen, schat. Zo lief. En ik ga nu lekker slapen. Dus dit was mijn woensdag voor jullie. Jongens, hallo. Het lijkt alsof ik heel veel make-up heb, maar dat heb ik helemaal niet. Het wordt even een best wel leuk moment namelijk, want ik ga me eens even bij de KVK. Ik kom net uit mijn werk. Ruben zit hier. Het was heel erg veel stress, want net toen we de snelweg opreden. Ik moest al best wel vroeg weg van mijn werk, want ik heb al de laatste tijd die er is, 4:10. Maar ja, normaal ga je pas 5 uur van je werk. Was er een ongeluk gebeurd, ze waren zo in de stress. En we wisten niet of de navigatie dat al ingecalculeerd had, zeg maar, of niet. Maar dat had hij dus wel. We hebben zelfs 2 minuten ingehaald, ondanks de file. Ik had trouwens eten mee, dat was over datum, dus ik heb echt nog niet gegeten en ik heb super veel honger. Maar waarschijnlijk, je mag 10 minuten te laat zijn. En we zijn er nu om 24, dus dan spring ik uit de auto, dan ben ik er 25. Dus dan ben ik 5 minuten te laat. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik heb ook al gebeld. En dan ga ik me inschrijven. Het is wel, ja, spannend of zo. Oké, jongens, ik ben even bij de M&S in Almere, want ze hadden mijn vlog gezien waarin ik een leuk rood jurkje van ze had gepast. En ze wilden mij een outfit toesturen en uiteindelijk is het een beetje zo gelopen dat ik nu naar de winkel ben gegaan en dat ik hier een outfit mocht uitzoeken. Dus ik heb hier wat leuke items en die ga ik nu even passen. Het is niet gesponsord, maar ik mag dus een outfit uitzoeken. Ik heb nu een rok aan, die vind ik heel erg leuk. Ik heb even panty aan, maar het is ook een split. Zo leuk. Echt zo leuk. Oké, ik heb dus deze jumpsuit. Zwart zie je nooit zo goed, maar met dit jasje, het is wel grappig, want dit is best wel chic. En het jasje is gewoon best wel, hoe noem je dat? Cute, of zoiets. Ik vind het wel heel erg leuk. Kijk, ik heb nu deze blouse aan. Even mijn panty. En deze is echt heel leuk. Dit is ook heel cute, jongens. Ik vind die broek net te strak zitten, maar het is wel heel leuk zo. Kijk, jongens. En dat ik voor dit jumpsuitje ga. En dan met een jasje die ik gewoon thuis heb liggen. Het is wel heel leuk. Voor het eerst in mijn leven een flarebroek aan. Oké, jongens, ik heb twee hele leuke jurken die ik net op het laatst zag. Wie zag ze eigenlijk? Jij? Nee. Oh, je zag ze. En deze rok. Ik ga thuis laten zien hoe het staat. Oké, jongens, ik heb even niet meer gevlogd. Ik ben zo moe. Oh, kijk naar mijn ogen. Ruben slaapt nu. Ja, als ik dus een bestelling binnenkrijg, dan wil ik het dus meteen maken. Want ik denk dan van, ja, oké, als ik het nu maak, kan het vrijdag op de bus. En dan... hebben ze het zaterdag binnen en anders doe ik het pas zaterdag op de bus. En Dan hebben ze het pas maandag of dinsdag zelfs binnen. Ik heb dus echt hele leuke jurken uitgezocht. 2 hele leuke jurken en een hele leuke rok. Kijk, het is echt een hele leuke jurk. Ik denk dat heel veel jullie deze ook heel erg leuk vinden. Even met daglicht zien eigenlijk. En een hele mooie in een lichte tint. En een hele leuke rok. Ik heb dus geen complete outfit. Ja, dit is wel een complete outfit trouwens. Zo leuke prijsjes ook. Ik wist echt niet dat het zo leuk was bij de M&S. Echt super mooi. Oké, ik ga snel slapen. Ik wilde echt slapen, maar ik moest die bestellingen doen. Dus voor mezelf. Dan ben ik kapot. Oké, ik heb even mijn pyjama aan hoor. Maar ik kan even zeggen, ik vind deze rok dus zo geweldig. Ja, ik moet hem echt met daglicht laten zien. Maar hij is ook echt perfect voor iemand met een buik. Want er zit hier een soort van... ja, hele chille band of zo. Stevige band met een touwtje. En er een split in. Ik was dus op deze meteen verliefd. Ik zei al van... Eigenlijk zou ik dus outfits gaan samenstellen. Ik zeg, ja, iedereen heeft thuis wel een top die hierop past. En ik ook, weet je. Er zit een beetje in mijn buik, maar een witte top, een zwarte top. Hij is dus zwart. En ik vind het bijna een soort van panterachtig. Is het niet, maar een beetje dierengevoel. Echt geweldig. Hij is maar 17,99. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ik heb alleen, je merkt echt dat ik niet sport, helaas. Geen billen. Nu gaan we echt slapen, hè? Hè? Ja. Oh, bijten. Doei. Goedemorgen jongens. Ik heb dus iets heel erg chills. Bij de Aldi zag ik dus... moe hè? Ik probeer een beetje... nee, maakt niet uit. Granola. Granola is vaak wel met veel suiker en honing. Zonder iets. Dit is echt puur. Het was 2 nog wat. Het is wel een klein zakje. Nou, 53 gram. Havervlokken. Witlofwortelextract. Zonnebloempitten, kokos, meloenpitten, pompoenpitten en hazelnoten. Super chill. Ik kan echt nooit muesli zonder suikers vinden. Dus... die ga ik nu eten. Hallo jongens, ik kom net thuis. Ik ben helemaal kapot. Als ik zo moe blijf... auw, ik zit op een stoel die kapot is. Het doet heel veel pijn. Dan ga ik niet editen vanavond. Dan doe ik het gewoon zondag hoor. Grappig, soms ben ik heel moe, maar dan zie ik er gewoon normaal uit. Verwacht ik echt een lijkje. Wij hebben echt zulke lieve onderburen. Moet je kijken. Ruben heeft het aangenomen. Vanmiddag. Voor het suikerfeest hebben ze natuurlijk allemaal lekkere dingen. Op mijn werk waren er ook al kinderen geweest die voor ons dingetjes hadden. Dus ik heb net ook al dingen geproefd. En dit zijn hele andere dingen. Oh. Hoe lief is dit? Oh, het is goed. Lekker. Bedankt buren. Ik had ineens even zin om een leuk pakket samen te stellen voor de buurmeisjes. Volgens mij weten zij niet eens dat ik een YouTube kanaal heb. Kijk, ik heb deze doos. Hier nog steeds een zooi. Maar ik dus die lades ging uitzoeken. En ik heb alle make-up. Willen jullie dat ik, want ik heb nog best wel wat, dat ik ook dit in een winactie doe? Als veel van jullie zeggen ja, dan ga ik voor jullie ook een keer zo'n pakketje weer samenstellen. Ik heb vooral heel veel glitterdingen. Oh, dat vinden ze toch geweldig, die meiden. Ik weet niet of ze make-up dragen. Ook nog een keer van die AliExpress video, maar het zijn super leuke chokers. Deze hele leuke sterrenketting. Kijk, ik heb gewoon heel veel. Is er nog wat onder? Nee. Kwast, glitter, highlighters. Oh, ik kan niet wachten om het te gaan. Ik ga even iets aantrekken, ga ik het brengen. Ze zijn er niet. Ze zijn waarschijnlijk suikerfeest vieren natuurlijk. Bij familie of zo. Nou, dan later. Weer wat aan het ontwerpen. Ik vind dit heel erg leuk. Het beweegt zeg maar gewoon. Ik twijfel ook of er nog meer aan ga doen. Maar deze bedel is dus niet geschikt voor armbanden, vind ik. Omdat ik het dus niet leuk vind dat hij maar één kant heeft. Ik kan het nu weer loshalen, want het zit nog niet vast. Hebben we dan zeg maar aan een ringetje en daar weer een ringetje aan. Maar morgen komt weer een bestelling binnen van die shop waar ik laatst had besteld. Dat heb ik net vanmiddag besteld. Ik vind het wel heel cute, maar ik weet niet zo goed welke bedels ik er dan leuk aan vind. Ik dacht wel een dubbelzijdige zijn. Ja, toch een hartje misschien. Ik vond een roos wel heel erg leuk. Nu heb ik het zo. Ik vind die magneetsluitingen echt top. Maar ik moet dus wel oppassen dat ik ze dan niet te klein maak. Want vandaag had ik hem dus te klein gemaakt. En toen was ze dus afgevallen in de wc. Dat was echt puur om te testen of het dus te klein was. En het was dus te klein. Dit vind ik wel heel cute. Maar ik mis dan nog iets. En moet dat ringetje een beetje meer vastzitten misschien? Ja hè? Deze is te groot. Kijk. Zie je het? Ja, zie je? Oké. Oh nee, dat was gewoon een foutje. Ik had het, het grote ringetje erom. Kijk, zo zit hij best wel vast. Maar dit is nog een ringetje die open kan. Maar ik heb dus, zeg maar die om de armband heen zit. Ik heb dus nu op die website, bij die grote handen heb ik dus ringetjes besteld die dicht zitten. Dus dan is alleen dat tussenringetje open. Goedemorgen jongens, deze nagellak is gewoon echt insane. Dit zit er nu 2 weken op. En ik heb dus met deze hand, kan je zien, hier heb ik de sieraden mee gemaakt. Allemaal lijm zat erop, heb ik er afgepulkt. En alsnog ziet het er zo uit. Niet normaal. Ik kan echt niet meer een andere nagellak hebben. Sommige bleef niet eens 1 dag zitten en deze gewoon bijna 2 weken. Leuk jongens, ik zet de scooter achter mij lief. Want we gaan ergens eten, maar ik zeg het straks wel. Oké jongens, we zijn bij Thrillgrill. Kijk even wat een enorme jus d'orange. Lekker! Hoe groot is dit glas? Oh, zo lekker. Zo lekker. Oké, we zijn van plek geweest, nu zitten we buiten, want anders kunnen we gewoon een goede foto maken. Ik heb trouwens tegenwoordig mijn haar dus soms achter mijn oor. Ik vind het wel grappig. Dit is Ivan Shop, nog niet te krijgen. En dit is ook allebei Ivan Shop. En deze ook. En ik ga me niet schamen dat ik vlog. Normaal schaam ik me altijd, maar ik ga het nu niet doen. We hebben dus een vet chill drankje. Kennen jullie dit? Kijk. Hele chille glazen. Oh, pardon. Oh, ik ben echt een klunt. Het is echt heel lekker. Jongens, het eten is er. We hebben truffle fries. Echt... Hoe lekker! En ik heb een vegetarische black bean burger. Het is wat ik precies allemaal mijn burger heb, maar er zitten echt nachos op en black beans en avocado. Kijk hoeveel avocado! Kijk dan. Lekker? Wow. Kijk hoe slim. Nu wordt het valt helemaal uit elkaar, maar het is zo lekker. Oké, hoe eet je dit? Wow, kijk dan. Niet. Wel heel veel saus. Kijk, ik heb meer nog van jou. Moet je kijken. Oké, het is echt mega moeilijk eten, maar ik vind het heel chill. Moet je dit met bestek eten ofzo? Hallo. Oh, dat had ik niet moeten doen, die haarband. Het was echt heel erg lekker. Ik was dus gevraagd of ik daar wilde komen eten met iemand. In ruil voor een Instagram post. Maar ik denk ik vlog het ook gewoon. Dat is ook gewoon super leuk om aan jullie te laten zien. En het was echt... Daar komt Linda aan. Het was echt heel erg lekker. Het was wel best wel vatsig, zeg maar. En truffelpatat. Ik voel me nu echt een stouwer. Maar dat is echt mega lekker. In het Martin Luther King Park. Want we willen weer even foto's maken. Want ik heb echt wel eeuwig geen foto's gemaakt. En Lin ook niet. Maar of het echt geweldig is, weten we nog niet. Huisje foto te maken. Hi! Dit is wel heel stom hoor. Ik denk dat het wel leuk is. En jij moet dan straks daarop gaan staan. Oké. Ik voel me dus echt niet fotowaardig, maar Linda is wel goed in fotoshoots doen. Of ze leuk zijn, weet ik niet, maar ze maakt er zeg maar wel echt wat van. Oh, dit is wel echt een enge bocht! Ah! Nou, we hebben dus net in dit speelhuisje een foto gemaakt. Eigenlijk heel veel. Nu de volgende setting. Waar zouden jullie een foto maken als je dit ziet? Nergens. Nou jongens, dat was echt super leuk. Iemand parkeert mij nu in. Heel gezellig. Lekker. Het was geen mooi weer. Nu ineens begint de zon te schijnen. Lindy is nu naar de werk. Ik ben weer bij mijn auto. En ik ga denk ik even naar de Maxis. Dat is in ieder geval de planning. Ik vind boodschappen doen normaal altijd heel leuk. Maar de laatste tijd helemaal niet meer. En nu is het ook nog eens heel erg mooi weer. Dan loop ik hier in een panty. Nou ja. Nee, ik ga wel even naar Maxis. Boodschappen. Dus bij de Maxis hebben ze een C&A. Ik denk, laat ik weer eens binnen wandelen. Ik kwam er vroeger heel vaak en ik doe het tegenwoordig wel online. Ook een kans dat het niks is hoor. Maar ik heb gewoon even een paar dingetjes. Hey, dit kan heel leuk zijn. Het is echt een eenlap stof, zeg maar. En een off-shoulder. Het lijkt een beetje op dat topje wat ik heb van de H&M. Maar dan is het een jurkje. En ik weet, ja... Ik vind hem nu niet heel geweldig, maar ik denk dat hij heel erg leuk is, zeg maar. Ik heb heel veel plezier van gehad. Oké, hij is maar €19. Ik denk dat ik deze ga nemen. Het was €30 nu in de sale. Ik weet niet hoeveel die nu kost. Het licht is heel erg irritant hier, maar hier kan ik ook heel veel plezier van hebben. Hij is alleen misschien een beetje boerin-pofferig. Kijk, op vakantie weet ik zeker na een dagje strand of zo dat ik dit heel graag aantrek. Maar ik denk dat het toch een beetje te boerinnerig is ofzo. Ja, ik probeer dat licht een beetje te vermijden. Wat vinden jullie? Ik doe dit shortje aan. Ik dacht het is wel chill, want kijk. Dus het is gewoon met een band. Maar ik heb dit al opgerold, anders vind ik het niet leuk. Bij de M&S was dat ook al. Een beetje zo lang. Vind ik niet mooi. Dus meer als ik dan zelf een berg beklim dat ik dit aantrek. Het is niet echt sexy of zo. Dit kan ook leuk zijn op vakantie, maar het is ook een beetje truttig. Het moet allemaal een beetje meer een veils hebben of zo. Het is allemaal zoveel stof. Eerste gedachte was nee. En de tweede gedachte is van, oh wat leuk. En jammer bij dit soort blousejurkjes, als hij echt dicht valt. Zelfs als je de knopen open hebt, dan wil ik zeg maar dat hij gewoon zo valt. Snap je wat ik bedoel? Ik vind mijn ketting zo leuk. Ik vind het wel heel erg cute ofzo. Ik heb hem nog niet dichtgeknoopt, maar dat maakt niet uit. Je ziet het nu niet goed door het licht. Kijk maar schattig. Ik weet het niet. Ik vind het echt wel heel leuk ofzo. Even hier hoor, je ziet het veel beter. Kijk. Zo heel cute. Ja, ik vind het op beeld minder, maar ik vind het toch wel heel mooi staan, dit jurkje. Niet met een panty hoor. Hij is vormloos, ik weet het, maar ik vind hem wel gewoon echt heel cute en lekker dun. Niet heet. Kijk wat ik bij de Lidl zie. Volgens mij zijn ze €9. Pizza luchtbed, watermeloen luchtbed, ijsje, ananas. Ik ga het niet kopen, maar het is wel echt geweldig. En deze hebben ze nu ook, 20, maar echt super mega. En een eenhoorn erachter. En je eentje boodschappen is echt een bevalling. Ik dacht, ik ga omdat ik met een kar ben, dus dan hoef je in principe niks te tillen. Ga ik heel veel halen. Dit is een hele tas met alles wat wel mee naar boven moet nu. Dit hoeft allemaal niet mee nu, omdat het niet koud hoeft. Dus dat ga ik dan lekker morgen mee naar boven tillen. Dit weegt echt 20 kilo. Kattengerend wc-papier leg ik allemaal in de auto, dat ik het op voorraad heb en niet altijd maar naar de supermarkt moet. Hallo jongens. Ik heb even foto's gemaakt van mijn sieraden, maar ze waren niet mooi. Hierachter liggen ze. Zien jullie ze? Kijk in het mandje. Ik heb 3 nieuwe ontworpen en ik ben echt heel blij. Maar ik ben er de hele avond bezig geweest. Een heel mooi stevig bandje. En met daglicht is het nog veel mooier te zien. Maar zo leuk. Ik vind deze ook zo cute. Kijk nou. Nou, ik ga slapen. Ciao. Oké jongens, zoals elke YouTuber heb ik geen afsluiting van de weekvlog. Ik ga hem hierbij afsluiten. Ik wil nog even zeggen, weer over mijn sieradenshop, maar dat gaan jullie nog later zien in een vlog. Dat is dus nu, op dit moment van deze vlog, is dat nog niet zo, maar in het echte leven wel, als je nou wat ik bedoel. Heb ik echt al een webshop. Dat ga je dus nog allemaal horen, maar je kunt het vast bekijken. En ik heb echt enorm veel items. Ik heb nu al 3 keer nieuwe dingen toegevoegd en het is echt super leuk. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een kijkje wil nemen en als je laat weten wat je van de shop vindt. En dan ga ik hem nu afsluiten en wij drinken watermeloensap. En het is echt, ik vind het dus altijd heel goor, maar ik had deze met watermeloen al liggen en ik at hem niet meer. Maar daardoor is hij dus zoeter geworden of zo. En het is echt heel chill. Oh, en die winactie waar ik het vorige week over had, die loopt nog steeds iets van een weekje. Dus daarvoor kun je ook naar mijn Instagram gaan. Dan kun je een paar oorbellen en een armband naar keuze uitzoeken. Eén iemand. Dus oké, doei!